Hier kun je een vrijstelling voor de volgende week kopen, of een ticket, een halve finale ticket, hoe je dat noemt. En we beginnen met 20.000 en ze heeft afgeklopt. Dat is het spel wat Big Brother in speelt. Dames en heren, welkom terug bij de nieuwe video. Vandaag zit ik hier met... Bart. En Danny. En Danny, natuurlijk. Ja, jongens, welkom. Of mannen, welkom. Ja, Danny, je hebt er dit jaar in gezeten. Bart, je hebt vorig seizoen natuurlijk gewonnen. Nu vertel eens, hoe was uw seizoen? Wat heb je zelf eigenlijk ervaren dit jaar? Ja, voor mij was het iets speciaals. Ja. Ik had vorig jaar ook gekeken. Ik had naar Bart gekeken. Ik was dan trouwens ook fan van hem. Maar ik had nooit gedacht dat ik zelf er zou in belanden. Had ik nooit gedacht. Van heel mijn leven niet. Ja, het is een unieke ervaring. Het is iets speciaals. En ja, ik ben blij tenslotte toch dat ik daaraan deelgenomen heb dit jaar. Ja, en Bart, was je ook een fan van Danny dan? Fan is misschien wel overdreven, maar in het begin en op het einde. Ik vond het een leuke persoon, maar soms heeft hij ook wel dingen gedaan dat ik dacht, hoe kan ik doen? Maar dat zijn de momenten dat je een beslissing moet nemen, rap. En soms achteraf denkt je misschien ook van, ik had misschien anders moeten aanpakken of niet. En dat is in ons seizoen ook zo geweest, dat ik misschien denk van achteraf, ik had het beter zo of zo gedaan, maar achteraf denk ik dat bij mij alles wel goed uitgedraaid is. Mm-hmm. Zijn er bepaalde dingen dat gaat zo van, dat ik misschien anders moet doen? Ja, tuurlijk. Hè. Je krijgt een opdracht en dan ben je aan het nadenken en hoe ga ik het doen en wat. En natuurlijk beklaag je dan sommige acties die je onderneemt, maar ik zeg het is een momentopname. Soms moet het heel snel gaan. Heb ik fout gehandeld? Tuurlijk. Ja, je beklaagt je altijd achteraf. Ik heb elke opdracht dat ik gespeeld heb ik in mijn slaap daarna 10 keer herspeeld. En 10 keer dat ik zei van, nou, ik had het zo moeten doen. Ja, het is altijd als het te laat is. Dan besef je het wel eigenlijk. Vond je het niet jammer dat als je het vergelijkt met ons seizoen en met jullie seizoen, dat je eigenlijk dit jaar niet afhankelijk was van je eigen krachten in elk spel? Ja, tuurlijk. Hè. Die nominaties alleen al. Hè. Het was dikwijls met 2 dat we moesten nomineren. En dan vond ik dat jammer, want je hebt het dan niet zelf helemaal in de handen. Hè. Je hangt af van een tweede persoon. Ja, tuurlijk had ik liever solo geweest en niet een duo zoals in het begin. Maar ja, uiteindelijk is het spel en het spel moet gespeeld worden. Ja, bij ons was dat dan individueel. Ja. En ik zie ook wel... In het begin dacht ik persoonlijk, het duo gebeuren gaat minder ruzie veroorzaken. Maar in principe is dat meer ruzie aan veroorzaken dan bij ons. Ja, Big Brother is altijd een beetje drama. Maar ik zeg tegen mijn kinderen ook altijd, als je iets wilt, moet je ervoor werken. En dat hebben wij moeten doen in ons seizoen. En je speelt iets, je wint dat en je hebt er voldoening van. Mm-hmm. Ook als individu, stel je helemaal alleen, win je de Power of Nomination, kun je nog 3 mensen nomineren. En als je dit seizoen bekijkt... Het is altijd met 2 dat je moet overeenkomen, wat dat al moeilijker is. En ook, ja, het is meer hoe moet ik zeggen, er wordt niet meer geen spel gespeeld voor iets te winnen. Het is, we gaan aan tafel zitten en wie gunde het? Het eerste seizoen was dat dan hetzelfde systeem van de grootste groep die nomineert en de kleinste groep gaat er tussenuit omdat die in de meerderheid zijn. Dit is juist hetzelfde als een van de eerste jaren terug. De grote groep die wint meestal, want... Ga aan tafel zitten, wie gunde het? Ja, natuurlijk, als je met 5 tegen 2 moet spelen, ja, dan is de keuze erop gemaakt dat je dat verliest. Ja, over groep gesproken, heb je het meegekregen? Ik had het zelf niet door. Ik had het wel door, maar ik had het niet meegekregen. Je had 2 kampen. Je had kamp Ronahi en kamp Ashley. Waar kon jij je dan het best bij vinden? Want ik vond u een neutrale speler. Ja, in het begin toch... wel. In het begin was ik zeker neutraal en dat wou ik ook houden. Maar op een gegeven moment, ja, dan verplichten ze je bijna, want dan kun je het niet alleen doormaken, want je moet ergens een keuze maken. Want als je er tussenin hing, ja, dan was je meteen een slachtoffer, want dan was je het gemakkelijkste slachtoffer om je op de bank te zetten. En ik heb geprobeerd van zo lang mogelijk onpartijdig te zijn, maar ja, op een gegeven moment dwingen ze je eigenlijk toch een kant op. En dan, ik ga niet zeggen dat ik eigenlijk een kant gekozen had, maar ik kwam veel beter overeen met Ashley. Omdat, ja, dat was een zalige dame, die kon met je praten. Als je dan even een dipje had, dat was de enige ook die met je kon praten. En dat apprecieerde ik wel van haar. En ik luisterde naar haar keuzes. Maar uiteindelijk in de dagboekkamer besliste ik nog altijd zelf. En heb ik altijd mijn eigen keuze gemaakt. Ik denk niet dat ik één keer misschien haar gevolgd heb in hun keuze. Maar voor de rest heb ik altijd mijn eigen zin gedaan. Was ik een meeloper van Ashley? In mijn ogen niet. Want ik voelde me gewoon voor de babbel buiten het spel. Ja, voelde ik me goed bij haar, bij Karen. Want dat was wel de eerste persoon waar ik heel goed me kon praten. En dan uiteindelijk Glenn. En Tom zat er in het begin ook bij. Ja, Tom heeft dan uiteindelijk toch een andere kant gekozen. En iedereen deed wat dat hem wou. Dus ik had nooit iemand verplicht om te zeggen van je moet dit doen of dat doen. Of je moet op die gang stemmen. Nooit. Ja, blijkbaar kwam dat anders over bij sommige mensen buiten het huis. Ja, maar ik moet ook denken, er wordt heel veel anders overgebracht. Dat is altijd... Je kunt misschien zeggen van, ik doe dit en ik denk zo. Maar de mensen gaan altijd anders denken. Dus ik begrijp je standpunt helemaal. Maar het zijn de kijkers die altijd iets anders zien en denken. En net zoals kamp Ronahi en kamp Ashley dan, of anders gezegd, de generaal. Nu, ik moet heel eerlijk zijn, ik ben wel een fan van Ashley. Waarom? Omdat ze de eerste week eruit was. Ze komt terug en alles is ontploft. Ja, tuurlijk. Maar ik vond het wel leuk wat ze deed. Ze komt terug en ze zei ook niet tegen mij van... ze bekeek me niet anders omdat ik haar genomineerd had. Want ik had ze tenslotte door de power of nomination had ik ze genomineerd. En die kwam terug en die zei gewoon van... Dan, kijk, het is niet dat ik je nu ga zoeken of u gaan vinden. Nee, we gaan samen het spel spelen zoals het moet. En ik moet zeggen, chapeau, die heeft mij een vrijstelling bezorgd in het begin van de, ik denk, tweede of derde week. En dan zeg ik ook van, ja, oké, mijn eigen, als ik ooit iets kan terugdoen, dan doe je dat wel. Zo ben ik dan ook wel iemand. Ja. En het was niet alleen genomineerd, het is er nog uitgegaan door u ook in principe. Dus, ja, dus dat is ook nog een groot verschil van nomineren ze, ik weet dat je op uw lijst staat, maar als je dan nog buiten gaat ook, dat is dan nog, dat is ook nog eens een extra. Ja, ik zag die binnenkomen van... in de gameroom. En ik dacht, ja, oké, nu komt er iemand voor mij binnen. Ik zie ze binnenkomen de deur. Ik zeg, oh nee, dat kan toch niet. Ja. En dan uiteindelijk met haar een duo gevormd. En ik moet zeggen, ja, echt een prachtige vrouw ook. Maar ik heb het nu zelf meegemaakt. En ik bekijk de twee kanten. Dus ik kijk dit jaar als kijker en verleden jaar als deelnemer. En wat ik ook wel vind, is dat veel mensen hebben een oordeel. En niet iedereen heeft dezelfde mening. Zowel niet in thuis als de kijkers. Dus ik snap de mensen dat zeggen, ik kies dat kamp of dat kamp. Maar wat de mensen meestal niet weten of niet zien, is dat je zit 24 uur per dag samen. En de kleine dingetjes in het huis dat ze de kijker niet meegeven, dat ziet een deelnemer wel. Ja, en als je dan na 3 weken zegt van die kleine kanten van die persoon, die liegen mij niet, dat krijgt de kijker niet mee. Maar jij in het huis hebt daar wel voeling mee. Voelt dat, en dan snappen de mensen soms niet hoe dat je reageert tegen iemand... Terwijl het in al 3 weken elke keer de kleine kantjes eraf loopt. Dan zeggen ze, allee, hoe kunnen jullie zoiets zeggen? En dat krijgt de kijker niet mee. En dat is moeilijk. En dan kun je niet uitleggen thuis waarom dat je dat zegt of waarom dat je dat doet. Die snappen je niet. Want die krijgen niet alles 100% mee, wat dat je als deelnemer wel mee krijgt. Ja, en ze zien ook niet echt alles. Hè. Wij weten wat er allemaal gebeurd is. En daar zijn zaken bij die niet getoond worden aan de buitenwereld. En ja, oké, ik begrijp dat misschien ook een klein beetje een bescherming van de persoon. Maar ja, uiteindelijk, je zit er wel op. Hè? Je ziet het. Je bent 24 of 24 bij elkaar. Ja. En ja, inderdaad, die kantjes van sommige personen, ja, die leer je kennen. Klopt. Wat vind je dan eigenlijk van het gunnen? Want dat is een woord. Dat is iets dat ik... ik heb altijd iedereen iets gegund. Ik heb nooit voor mijn eigen gekozen, omdat ik ook zei van, ja, ik ben zo niet. Maar ik ga je eerlijk zijn, ik heb weinig terug gehad. Dat is jammer, hè? Dat is jammer als je achteraf bekijkt. Ik weet het, maar dat is zoiets van... Soms kun je in het begin van het seizoen zeggen van... Weet je, ik geef heel veel om uiteindelijk iets terug te krijgen. Maar dan krijg je uiteindelijk niet de kans. En dan denk je als eerst, dan had ik maar aan mijn eigen gedacht. En dat is wat Ashley nu dus heeft gedaan met die €20.000 uit de pot. Ja. Ze heeft gezegd, nu is het mijn tijd. Ik heb heel veel gedaan voor jullie, maar nu is het mijn tijd. En ik geef haar persoonlijk geen ongelijk. Ik zie heel veel mensen tegen op Facebook, op Twitter, op weet ik veel wat, welk eender platform schrijven van ze heeft andermans geld afgepakt of ze maakt keuzes voor haarzelf. Nee. Ja, op een gegeven moment zei ze ook van, dit is mijn geld niet en ik kom er niet aan. En nu uiteindelijk... Maar ik vind, bij mij de eerste week, dan had ik zoiets van, ja, nee, Ashley, nee, dat ligt mij niet. Die is teruggekomen en die heeft mij verbaasd in de positieve zin. Ja, mij ook hoor. Dan, hoe langer dat duurde, hoe minder dat een beetje werd. Ik vond ze soms te bazig. Soms wou ze iedereen proberen te sturen. En dat vond ik een beetje te. Moesten nu gebleven zijn zoals de eerste 2, 3 weken. Een beetje zeggen wat ze dacht, maar niet te. Dan denk ik dat hij misschien wel had gewonnen. Ah, het kan zijn dat ze misschien nog winnen. Maar, en dat vind ik een beetje jammer, dat ze een beetje te geworden is. En ik ben er 100% zeker van dat ze gezegd heeft van... Ik gun iedereen, en dat is misschien wel gedaan. Maar de laatste spel met de 4 dingetjes dat ze mochten gunnen, dat heeft haar gebroken volgens mij, even te zeggen van... Ja, dat zou kunnen. Hier stop het. En nu ga ik echt iets aan me nadenken. En, want ik ben er zeker van, moest hij naar de shop geweest zijn? Ja, voor had ze het nog niet gedaan. Nee? Nee, dat denk ik niet. Volgens mij niet. Het is achter het spel dat bij haar iets gebroken is, ja, te zeggen van... Nu... En ze heeft de... Ze wou naar het shopje gaan en ze hebben alles afgenomen. En ze zeiden, oh nee... Ja, dus, ze vertrouwden haar niet om naar de shop te sturen. En dan heeft ze nu gezegd, nu is mijn kans en nu doe ik het. En je kunt dat op 2 manieren bekijken. Dat geldt iets van niemand niet. Je speelt en Big Brother geeft rechte spelregels uit. En dat zijn de normen, of binnen die regels moeten spelen. En een van de regels was, van kijk, je kunt een vrijstelling voor de volgende week kopen, of een ticket, een halve finale ticket, hoe dat noemt. En we beginnen met 20.000 en ze heeft afgeklopt. Dat is het spel wat Big Brother niet speelt. Ze heeft iets gepikt? Nee. Ze heeft het spel gespeeld dat Big Brother aanbiedt. En sommige mensen, oh, dat kan niet. Maar er zijn andere mensen die voor €1000 iets gekocht hebben. Zij moeten niks zeggen, want ze hebben ook geld uit de pot gehaald. Waar ligt het verschil? €1000 of €20.000? Mag ik 50 rijden of mag ik 53 rijden? Ja, ik snapte. Dus het is een spel. Ja. En we spelen een spel binnen een kader. En op het einde van het spel blijft er iets over. En dat krijgt de winnaar. Dus zij spelen binnen de regels van Big Brother en de winnaar krijgt een overschot mee naar huis. Wat denk jij van wie is de winnaar van Big Brother 2024? Maar kijk, voor mij maakt het niet uit wie dat de winnaar is. Ja, ik vind iedereen verdient dat, zoals dat ze nu allemaal in het huis zijn. Ik vind chapeau, ze zijn zo ver geraakt. En dat is toch een doelstelling, dat was bij mij ook zo. Van, ik wil er een maand in blijven, uiteindelijk 10 weken. Wie mag er winnen? Ja, voor mij is het nu eigenlijk simpel. Ja. Dus ik had een maatje in het huis waarmee dat ik dag en nacht optrok. Waarmee ik 4 of 5 weken geslapen heb naast elkaar. Ja, en dat is Glenn. Ik vind nog altijd Glenn is Glenn. Het blijft zichzelf. Speelt ook het spel heel mooi. Ja. En ja, als ik geen favoriet mag zeggen, dan ga ik wel voor Glenn. Wint Ashley, ook goed. Voor mij, ik zeg het, voor mij mag iedereen winnen. Iedereen dat daar nu nog altijd zit, heeft er recht op om uiteindelijk winnaar te zijn. Maar ik heb toch een lichte voorkeur voor mijn maatje en dat is Glenn. Ik denk ook, alleen mijn persoonlijke keuze gaat ook naar Glenn. Ashley ook, maar ik denk naar wat er nu zo'n beetje gebeurd is en wat er een beetje rondgaat, dat Glenn de meeste kans heeft. En ik vind hem ook heel rustig. Dat is zo een beetje een U-type. Ja, ik vind, als ik mag kiezen... ik had dat ook zo in het begin, de eerste weken. Ik heb zo verschillende personen gezegd. Ja, Ashley vond ik wel. Tom, Glenn. En dan heb ik meer Glenn... Hoe langer dat hem erin zit, hoe beter leren kennen. En dan denk ik wel... Dat zou wel iemand zijn waar je zegt van... Daar kan ik nu eens een hele avond mee op café gaan zijn en een leuke tijd mee beleven. Ja. Dat had ik met Tom ook. Maar soms... heeft hij zo zijn grillen, vind ik dan. Laten we het zo noemen. Misschien is dat omdat dat versterkt wordt in het huis, omdat je niet weg kunt. Dat kan zijn dat dat in het echte leven anders is, maar dat weet ik niet. Ik kijk enkel, of ik beoordeel enkel wat ik zie. En dat denk ik dat Glenn die grillen niet heeft. En dat je, denk ik, dan wel weet aan wat je hebt aan Glenn. En dat vind ik dan bij Tom minder, want zoals Jimmy ook, is een maat van hem, die zegt er iets tegen, dan is die gefocust op dat balken. Hij kan er misschien niet aan doen dat hij bepaalde aandoeningen heeft of zo. Maar dat zijn dan dingen dat waarschijnlijk, als ik Jimmy zijn plaats moest zijn, dat ik niet leuk zou vinden. En dat dingen heb ik met Glenn niet. En daarmee vind ik dat Glenn... meer mijn potentiële winnaar is. Ja, want ik had een video gezien, Danny. Bij de exit was je een beetje teleurgesteld in Tom. Ja, kijk, ja, ik had informatie doorgekregen onmiddellijk na mijn exit van... ja, eigenlijk was het niet teleurgesteld, want ik was blij van uiteindelijk het huis mogen te verlaten. Serieus? Ik was blij. Natuurlijk wil je graag blijven. Ja, maar het kon me niet echt schelen in feite, want de vorige nominatie zou ik het moeilijker gehad hebben, want dan ben ik genomineerd geweest door iemand. Ja, nu had ik het eigenlijk zelf een klein beetje in de hand. En dan, als je dan genomineerd wordt, dan, ja, oké, dan trok het me echt niet zo aan. En dan was ik ook klaar om terug naar de buitenwereld te gaan. Maar ja, ik kwam dan informatie tegen. Ondertussen, terwijl ik in interview zat, heb ik fout gereageerd. Ja, tuurlijk, want je wil nooit natrappen. Ik heb jaren gevoetbald, ik heb jaren trappen gehad. Het doet heel pijn. Maar ja, ik heb me eventjes laten meeslijpen door de informatie. En dan, ja, daar heb ik enorm spijt van. Ik wil nooit iemand kwetsen. Ik ben niet iemand die graag natrapt. Zeker niet. En ja, ik hoop gewoon dat Tom dat ooit, als hij dat ziet, dat hij me dat ooit vergeeft. En de fans ook. Kijk, we zijn daar tenslotte om een spel te spelen. Zeker, en niet zeker. Om vijanden te maken. Zeker niet. Vrienden maken. Ja, ik had in het begin gezegd van ik ga niet naar daar om vrienden te maken. Maar ja, het hoort er wel bij. Als je niet aan het spelen bent, moet je wel samen... zich bezighouden. En ja, dan is het wel leuk dat vrienden, dat je iemand hebt waar je graag mee optrekt. En uiteindelijk, ja, ik kwam met iedereen goed overeen. Ja, met de ene ietsje minder dan met de andere. Maar ja, kijk... Uiteindelijk moet iedereen door één deur passen. En voilà. Als je er bewust van kunt zijn, is dat top. Over uw exit. Ik vind het jammer, want hetzelfde geld had er nog in gezeten. Het is, ik vind het is mijn eigen fout. Je hebt jezelf eruit gespeeld. Ja, tuurlijk. Want tuurlijk. Ik snap niet, maar wat ik niet snap, is dat waarom ga je in het begin van de week zoveel riskeren voor één balken? Voor hetzelfde geld speelde 3-4 spellen, winden. En dan, als je dan op het einde zegt, ik kom 1 balken of 2 balken tekort, dan kun je zeggen, oké, ik weet hoeveel ik er moet gaan pikken. Maar nu, in het begin van zoveel risico nemen, en zeker nog met die bak vooruit te kappen. Ja, had ik nooit gedacht dat hij zoveel lawaai ging maken. Ik had een stok gemokt met dubbele tape eraan, dat ik gewoon dat ging pakken. Ja. In het begin, zoveel riskeren voor 1 balkje in de week, in het begin van de week, terwijl dat je op het einde van de week 300 ballen voor stond en dat je dat risico niet moet nemen. En met dat risico te nemen, ja, is er al 50% van de opdracht een beetje naar de klote gegaan. Ja. Dat snap ik niet, dat je in het begin van de week, dat je op het einde van de week risico's neemt voor te kunnen nomineren, dat snap ik wel. Maar in het begin van de week zoveel risico's en op zo'n manier, dat snap ik niet goed. Ja, kijk, je zit midden in een spel en je weet nooit hoeveel opdrachten komen er nog. Dus ik wist dat er nog 1 opdracht sowieso kwam. Dus, en ik wou me zeker spelen. En ik had dat ook zo gezegd met Jimmy en tegen Karen van kijk, in feite hebben we alles in de hand. Want de aflossing was perfect. Dus Jimmy ging sowieso een uurtje met mij of met Karen alleen zijn tijdens de nacht. Dus, en ik had al gezegd tegen Jimmy en Karen, voilà, kijk, zorg dat er 1 balletje in onze bak terechtkomt, maakt niet uit. Hè? Jullie zijn toch een uur samen. Ja, en dan plots wordt heel het schema omgewisseld. Ja, Karen en Ashley gingen dan de hele nacht buiten slapen. Ja, dan zei ik ook van, oké, nu wordt het echt risicovol. Ook omdat ik niet wist hoeveel opdrachten er nog kwamen. Ik wist dat er nog 1 kwam. Als we die verloren, ja, dan stonden we zogezegd quit. Dus ik dacht van, oké, als we die opdracht niet winnen, moet er wel 1 balletje in onze bak meer komen. Dus had ik op voorhand geweten van, ja, oké, de spelletjes, want wij wisten sowieso, woensdag was de laatste dag. Op donderdag spelen we nooit spelletjes. Ja. Dus dan was de nominatie bekend. Dus woensdag wisten we van, oké, de namen, of we moeten gaan stemmen. Dus ik dacht, oké, morgen nog 1 spel en het kan gedaan zijn. Dus ik ging ervan uit van, oké, als we 1 balletje in onze bak kregen, dan moest het me niet stressen. Dan moest ik niet het spel afwachten en hopen van, oké, mislukt het? Dan stonden we gelijk wit, had niemand stemrecht. En ik dacht van, ja, oké, 1 balletje moet toch te doen zijn. Ja, maar dan heb ik het op een andere manier gedaan. Ik heb het spel daarna 10 keer herspeeld. Van gewoon simpel, een lepel, een panlepel, aan een stok binden en zo eruit halen. Ja, te laat, hè. Maar dat het enthousiasme waarschijnlijk... Ja, tuurlijk. Je hebt die adrenaline, je gaat buiten. Zeker. En dan wil je dat hebben. Want dan ga ik niet zeggen van... Oh, dit gaat niet lukken, ik ga terug binnen. Nee, zo was het niet. Ja, ik ken dat gevoel, want zeker met mijn taartbakken... Ik ben nog altijd niet eronder door hoe jij dat hebt gedaan, Bart. Maar ik zelf niet. Maar ik word bij elke scheet wakker in de nacht. Hoe kun jij wakker worden? Bij mij is... Ik ben binnengekomen in Big Brother House. En bij mij is... De eerste stap dat ik binnen zette was dat spel aan het spelen. Ja, zeker. En de laatste week hè, zei Big Brother ook tegen mij van... en kunnen we relaxen? Nee, het stelt pas stoppen als ik mijn voet hier buiten zet. En de eerste dag ben ik binnengekomen. En de bedkeuze was ook een bewuste keuze van mij. Wetende, ik moest aan de deur liggen, sowieso. Omdat als er iemand passeert, dan heb ik het gehoord. Ja, en als ik moet buiten gaan, was ik de eerste en moest ik het minst lawaai maken. En dat is dan achteraf gebleken, dat taartbakken ook. Maar dat was bij mij, ja, ik kreeg dat te horen. En ik hoorde in Keulen donderen. Ik had nog nooit in de keuken gestaan, ondertussen nog altijd niet. Maar... En dan staan daar 15 knopjes en we moeten draaien en je weet het niet. En dan moeten die nog van temperatuur veranderen. Je weet niet hoe dat moet. Dat was... Ja, en dan dat laten bakken, dan kloppen. En dan... Ja, ik heb er toch 1,5 uur gezeten. En dat is 1,5 uur dat niemand naar het toilet mag gaan. Ja. Dat was... Weet je wat het voordeel dan ook was? Door die kronkels in de muur, wat dit jaar niet is. En dus nu hebben jullie gewoon een rechte muur. Als iemand naar het toilet zou gaan, zou die niet direct naar de keuken kunnen kijken. Ja, maar ik had ook aan Big Brother, want die had het licht laten branden in de keuken. Ik had ook gevraagd van, kijk, moment dat ik niks aan het doen ben, kun je alle lichten dimmen. Ja. Dat als er toevallig iemand komt en dat brandt licht in de keuken, kom die kijken. Ik had me ook dan zo neergelegd dat ik achter de muur lag, dat ze mij niet konden zien liggen. Dus ik had wel aan alles een beetje gedacht. Dat te kloppen, dat de lawaai maakte, dat ik buiten gaan doen. De taart snijden, en dat heb ik ook buiten gaan doen. Zo weinig mogelijk binnen. Dus je moet... Over alles wel een beetje nadenken. Het is heel strategisch, hè? Ja, en niemand heeft mij gepakt. En ik heb achteraf nog wel één ding fout gedaan. Ik was van plan van de eerste letters van Charlotte, haar broer, had te schrijven. Dat iedereen dacht dat Charlotte haar broer dat gedaan had, maar dat ben ik achteraf vergeten. Ja, uiteindelijk, wie heeft de schuld gekregen? Iedereen. Behalve ik. Ja, want iedereen had zoiets van, ja, Bart kan geen taart bakken. En nee. Ja, maar dat Ali maar dat was ook helemaal zo. Niet. Dus wie gaat dat geweest zijn? Toen kreeg iedereen de schuld. Ja, wauw. Ja, je moet het maar doen. Hè. En soms is een portie geluk ook. Hè. Tuurlijk. Ja, wat ik dan achteraf heb bekeken, wat heel straf vond, is, want ik had tegen Ali gezegd, rond 1 uur of 11 gaan we terugkomen naar hier. En... Ik ben in bed gaan liggen en ik denk dat ik 1,5 uur wakker gelegen heb. Alleen met mijn ogen dicht. En gewoon aan het luisteren wanneer dat iedereen aan het slapen zou zijn. En ik heb mijn ogen open gedaan en dat was klokslag 11 uur. Goh. Op een uur en een half tijd heb mijn ogen open gedaan. Ik ben mijn kleren gaan aandoen in de badkamer. En ik ben toen binnengekomen en het was 4 na 11. Als ik in de keuken kwam met mijn kleren aan. Dus ik heb klokslag 11 uur en ik heb mijn ogen open gedaan. Op 1,5 uur tijd liggen te wachten. Dus dat vond ik wel straf. Ja, we moeten het maar doen. Hè. Want je bent ook een roker dan, Danny? Ja, ik was... ik ga niet zeggen een fervente roker, maar ik rookte wel 1 pakje per week. Mm-hmm. Ja, dus dat deed ik wel. Eigenlijk een gelegenheidsroker. Hè. Dus goed eten, in het restaurant, buiten gaan, en dan kan ik daarvan genieten. Maar ik moet zeggen, in het huis heb ik het nooit... moeilijk gehad? Nee, ik heb nooit moeilijk gehad, nooit aan gedacht zelfs. Maar ik zette 1 stap buiten in het Big Brother-huis en dan moest ik wel eentje hebben. Ik denk gewoon ook omdat je in dat moment leeft. Want ik kan ook van mezelf zeggen, ik ben geen roker, maar ik ben de nieuwe generatie. We zijn heel verslaafd aan telefoon. Ja. Aan Instagram, aan TikTok, aan al die platformen. Maar in het huis heb ik geen enkele minuut aan mijn telefoon gedacht. Ja, ik ook niet. Ik heb dat niet gemist. Het enige wat ik wel miste in het begin, niet de telefoon, maar ik had wel heel veel... de neiging in het begin dat ik altijd op mijn pols keek. Ja, wat duur is. En, dus ik heb er geen aan. Ja, ik niet. Dat heb ik wel gehad. Wat ik miste eigenlijk was de familie. Ja, want je hebt dan ook de Fries gehad. Ja, dat was fenomenaal. Heftig, hè? Ja, die was echt... Had ik toen nog geen geld uit de pot gehaald, die 5.000 euro, dan had ik die zeker bewogen. Zeker. Maar nu had ik zoiets van... Ja, oké, ik heb hier al 5.000 euro uit de pot gehaald met die undercoveropdracht. Ik zeg, ja, dit ga ik toch proberen terug te geven aan de groep. Ja, het werd me toch niet in dank afgenomen. Maar uiteindelijk, ja, ik heb genoten als je die mensen ziet binnenkomen. Want ik dacht altijd, Fries, dat is maar 1 persoon. Ja, mijn vrouw zei dat ook. Maar er zijn er veel voor Danny binnengekomen. Ja, 4 personen. Uw dochter, uw moeder, mijn broer en mijn vrouw. 4 man. En uw vrouw. Ja. Ongelooflijk. Zit je een tweeling? Nee. Iedereen zegt dat, maar wij zijn geen tweeling. Want buiten, ik zal het nooit vergeten, Tyron kwam daarna binnen en die zei van, ja, ik zag u passeren constant. Dus wij wisten niet of dat er uiteindelijk bewogen was. Dat was ik niet, dat was mijn broer. Ja. Maar die Fries kun je enkel maar snappen als je het meemaakt. Ja. Als je erin zit en als je dan zo lang je familie niet gezien hebt en dan staan die daar. Dat is nog, ja, de mensen op tv die kunnen dat niet snappen. Nee. Dat is enkel als je dat zei. Dus, weet je nu wat dan mijn gevoel was als Jolien recht stond en zei: Bart, pak ze vast. Dat was het mooiste cadeau. Dat vond ik een heel mooi moment. Ja. En daar heeft Jolien heel veel harten mee veroverd. Daar ben ik 100% zeker van. Ik heb het tegen haar gezegd. Ik zeg: Jolien, hier hebben de mensen mee ontroerd. Denk je dat? Zegt? Ik zeg: ja, daar ben ik 100% zeker van. Ja. En als je dat achteraf leest, dan zeggen heel veel mensen mooi dat ze dat gedaan heeft. Ja, wat ik heel jammer vond van mijn Fries is... Kijk, heel veel mensen zeiden tegen mij, je moest opstaan, je moest bewegen. Nu, in het huis, en dat zullen jullie natuurlijk wel ook weten, ik ben een heel felle dromer als ik slaap. Ik droom heel fel. Jason ook. Ja, maar... Jason, dat hebben we ook gezien. Ja, maar wat droomde ik dan? Ik droomde dan over sterfgevallen van familie. Wow. Ja, van die dingen. Waarom? Omdat ik dan niet wist hoe is hun situatie. Want... Ja, uw oma is ook al wat ouder. En mijn oma is dan al wat ouder. En ik heb echt heel veel keer gedroomd van dat ze dan gestorven was in mijn droom. En als je dan binnenkwam, het eerste wat door me heen ging was een opluchting. Ja. Van, oké, ze ziet er goed uit. Ze is helemaal naar Amsterdam kunnen komen. Alles is in orde. Dat is voor mij wat het belangrijkste is. Maar toen, wat ik heel jammer vind... En ik kreeg dat nog altijd... echt nog altijd pijn in mijn hart, is dat Kiara bewogen is. Ja? Maar bewust bewogen. Ah, ja. Zij heeft echt nog gepraat met mijn oma. Wow. Terwijl ze ook gewoon kon zeggen van, ik ben bewogen. Ja, doe maar. Doe iets. Vast. Ja, en dan kon ik ook, als ik er achteraf nadenk, want dat is hoe jij zegt, achteraf denk je altijd hoe je andere dingen anders kunt aanpakken. Had ik dan ook haar willen vastpakken en ook gewoon aan mijn medebewoners... Ja. Laten kennen en praten. En... Want bij ons was het zo, als je bewoog, mochten ze 30 minuten binnen blijven. Bewoog je niet? Wat? Ja, was het 10 minuten. Maar dat wist ik niet. Dat zeiden ze mij achteraf van, had je bewogen, mochten we een half uur bij jou blijven. Amai. Ja. Goh. Ja, en dan denk je wel van, fuck, waarom heb ik dat niet gedaan? Ja, maar ik was van het principe van, kijk... Als ik niet van een ander verlang dat ze geen geld uit de pot nemen, moet ik het zelf niet doen. Dus ik had nooit bewogen. Ja, sorry, Barda, dat ik je geld heb gepikt. Ik heb je €1.800 armer gemaakt. Ah, kijk, dat is een fabeltje, denk ik, dat iedereen denkt van... ik ben er bijna zeker van dat Big Brother gaat je nooit naar huis laten gaan met €100.000 en ze gaan je nooit naar huis laten gaan met €30.000. Dus je mocht er zoveel afnemen dat je wilt. Moest er nu... die €5.000 van de vrijstelling van Sharon niet afgegaan zijn en mocht dat er niet afgegaan zijn, dan hadden je wel iets anders gevonden voor daar naar de normale €70.000 te brengen. Ja. Als je dat kijkt, elk jaar is het te laag, hè? Vullen ze het tanden een beetje aan. En is het te veel, hè? Dan trekken ze het naar beneden. Dus, dat wordt zo geregeld dat dat ongeveer al hetzelfde bedrag is. Mijn gevoel, of wat ik denk. ja, uiteindelijk... Ja, het was mooi. Ja, het was zeker mooi. Ik heb genoten. Ik denk dat je ook genoten hebt. Hoe heb je dat met je werk gedaan? Want je zei dan... Ja, ik had al mijn verlof sowieso opgespaard. Want ja, ik ging iets anders doen dit jaar. Dus ik had enorm veel dagen van vorig seizoen nog, van vorig jaar staan. En dan al mijn verlof van dit jaar daarbij gerekend, kwam ik juist uit op 31 maart. Dus in feite mocht ik niet langer als dit weekend erin blijven. Dus ja, het komt wel goed uit nu, want anders moest ik terug contact opnemen met het werk. En nu heb ik geen verlof meer, dus het zal een heel jaar werken worden. Ik had vorig jaar juist hetzelfde. Ik heb alles van de jaren ervoor. Ik had nog toevallig 3 man staan. Ja, kijk. Ideaal. Dus bij mij kwam het perfect uit. Ja, ik had misschien graag nog een week langer sowieso erin geweest, omdat ik toch dacht van oké, als het nog geen nominatie doorkomt, dan zit ik wel echt heel close en dan kan het alle kanten uit. Maar ja, ik had ook vrede genomen met mijn exit. En ik wist dat die er ging aankomen. Ik wist dat ze mij gingen gebruiken. Uiteindelijk, ik had het wel nooit gedacht dat ik zou verliezen van Jimmy. Maar ja, blijkbaar hoor ik dan andere verhalen nu, wat dat er allemaal achter zat. En dan, ja, oké, dan kun je er niet tegenop. Had jij verwacht dat je zo ver kon geraken? Nee, in het begin niet. Hè. Je doet mee. Je denkt van... Ik had 2 doelen opgesteld voor mijn eigen. Ik dacht van, oké, niet als eerste eruit. Dat is iedereen. Ja. Iedereen dat is raar, hè, want ik hoor dat overal. Ja. Ja. En een maand erin blijven. Ja, ik had juist zelf nog. En dat was voor mij top. Dat was voor mij al het belangrijkste. Ja. Dus ik leefde eigenlijk van week tot week. Ja. Dus ik zag niet... Want ik hoorde sommigen al zeggen van in het begin... Ja, in de finale gaan we het zo en zo. Dat ik zeg van, tja, hoe kun je nu al denken aan de finale? Bij mij was dat week tot week. Ja. Ja. En dat was altijd een overwinning. Een week. Niet als eerste eruit, dat was al iets. Ja. Ja. En dan 4 weken, dan was ik al blij. En dan, mijn dochter verjaarde 8 februari. Dus ja, dat zou leuk zijn als ik mijn dochter nog... Hey, bij mij was dat 13 februari. Ja. Dus dat was dan wel leuk, dat ik dat kon meemaken. En dat was bij mij zoiets... Ja. En dat was Valentijn. En dan dacht ik van, ja, misschien... Hè, zolang met je vrouw samen, hè, misschien dat er eens een briefje komt. Ja, ja, tegenwoordig met een sms... Een briefje van uw vrouw met Valentijn, dat is, ja, ik heb het nog nooit gehad, dus dat zou wel leuk zijn. En dan zo is dat eigenlijk een beetje tot de finale eigenlijk dan. Ja, het moet wel leuk zijn om alles mee te maken. Hè. Uiteindelijk de laatste week meemaken. Ja, dat was... En wat dat vooral bij mij heel leuk was, is dat je dat kunt meemaken met mensen dat je graag hebt. Allee, ik had iedereen graag, maar ik wil bedoelen, hè, Jolien lag dan goed aan mijn hart. Jason lag bij mij op de kamer. En als je kijkt, soms zit het in een klein hoekje, want Michelangelo stond tegen mij en Jason, die net de pech had. Dat een ik heb tegen 2 finalisten gestaan. Moest dat iemand anders geweest zijn? Maar hoe komt dat je daar dan tegengekomen bent? Gewoon door een hele ongeldige terugkomst, als ik de waarheid mag zeggen. Ah, is dat door Danny? Ja, maar weet je, kijk, het is het spel. Ja, dat was het. Kijk, het is het spel, het kan gebeuren. Een Big Brother kan alles gebeuren. Ja. Maar als we bekijken van... Kijk, Ashley is heeft het huis verlaten, toch? Ja. Hoe is zij terug binnengekomen? Ja, wel, ze is beter teruggekomen dan daarin. Ja, daarvoor. Ze heeft informatie meegekregen. Ze heeft een soort van reality check gekregen van... Ashley, dit is wat je niet moet doen. Dit is wat je wel moet doen. Plus, het belangrijkste van alles... Ze had een nominatiepin. Ja, dat was genomineerd en binnenkomen. Danny is binnengekomen. Oké, alle respect. Ik zit er niet mee in, maar bij van spreken, hij had geen nominatiepin. Ja. Ja. Hij is binnengekomen zonder nominatiepin. En hij heeft die week ook de Pop Nomination gewonnen, wat in principe niet kon als je genomineerd bent. Nee. Dat is hetzelfde verhaal met Charlotte. Charlotte is ook genomineerd geweest. Die heeft het huis technisch gezien verlaten, maar door Rob is ze dan eigenlijk in het huis gebleven. En ze had ook een nominatiepunt. Ja, maar die is niet buiten geweest, dus ze heeft geen informatie meegekregen. Nee. Dus dat vind ik dan nog... Allee, dat kan ik dan snappen, maar ze heeft dan nominatie en dat vind ik dan ook normaal. Maar ze heeft die wel kunnen vrijspelen. Ja. Ze heeft ook meegedaan aan een spel waardoor ze die mocht vrijspelen. Terwijl Judy de eerste week na 2 dagen genomineerd is geweest en ze heeft geen spel kunnen meespelen. Is ze dan nog heel eerlijk? Ja, bij ons ook. En Nushka 1 week en ook eruit. En met dat... Dat zijn oké, Big Brother is Big Brother en het zijn zijn regels, maar ja, je kunt de regels natuurlijk draaien en keren dat je wilt. Ja, maar wat ik dan jammer vind, dat stoot me dan het meeste tegen de borst, als je dan 4 weken weg bent geweest, 4 weken is dan niet niks. Ten eerste, ik heb dan goed kunnen eten, je bent terug aangesterkt, je komt binnen. Maar dan, wat ik dan het ergste vind, en dat vind ik, dat is juist hetzelfde als vals spelen bij een gezelschapsspel, als je tijdens die 4 weken alles kunnen lezen. Ja, en weten wie dat het sterkste staat. Ja, buiten. Je komt terug en dan zeg je dan... Ik zit die tegenin, want ik weet dat die de sterkste staan en dat hij er dan uit gaat. Dat vind ik oneerlijk en dat vind ik valse concurrentie, laten we het zo noemen. Ja. Uiteindelijk is dan teruggekomen en de mensen vonden het ook niet zo eerlijk en hebben dan achteraf uitgegaan. Maar dat vind ik dan nog het meest oneerlijke, dat je de informatie hebt wie dat waar staat. En dan vind ik dat je zo'n mensen, dat je die niet meer moet laten terugkomen. Want ja, dan is het duidelijk dat Danny mij eruit wou. Hè. Ja, maar die wou mij er ook uit. En die wou, ja, maar hij wou eerder mij eruit. Ja, met de tweede week. Ja, omdat hij wist dat de buitenwereld... Nee, met de eerste week dat je hem gewoon neer had. Ja, oké, maar het was ook gewoon, hij wist, kijk, Bart en Jason staan sterk. Ik zet Michelangelo tegenover. Waarom? Dan valt Michelangelo weg. En dan kunnen wij meer spellen winnen. Want dan valt eigenlijk een deel van de kracht van de blauwe kamer, dus van ons groepje, eigenlijk weg. Waardoor dan zij eigenlijk sterker stonden. Want Jolien zei tegen mij... volgens mij gaat Danny mij nomineren. Omdat hij weet dat ik bij jullie ben, maar in de andere kamer sta en dat ik eigenlijk een soort van een vals spelletje aan het spelen ben. Maar waarom heeft hij Jolien niet genomineerd? Omdat hij mij eruit wou voor de spellen. Daarom. Danny wist, Michelangelo, Bart en Jason zijn drie heel goede spelers. Ja. Hele sterke spelers die veel spellen kunnen winnen. En als er één van die twee, maakt niet uit wie van de drie wegvalt... 30% verlies. Ja, hebben wij meer kans. En dat is wat hij wou, vooraleer dat Jolien eruit ging krijgen. En uiteindelijk, ja, ik vond de finale heel mooi. Ja? Jolien, Bart en Jason. Dat was voor mij... Wat ik ook raar vond, is op het einde, de laatste week, als moest genomineerd worden en zo allemaal... dat heel veel mensen van de Rode Kamer zeiden van... Is zij zo goed met die mensen van de Blauwe Kamer? Dat vroegen zij zich af. Dan denk ik in mijn eigen... Zijn jullie ogen niet opengegaan? Ja, maar Jolien kon dat heel goed spelen. Jolien was echt, geloof me, een hele sterke... Oscarwaardig. Een hele sterke speler. Op basis van... niet per se fysiek, maar het mentaal en het communiceren. De communicatie met de anderen was zij heel... Die kon heel goed observeren ook. Ja. En de juiste conclusies trekken. Want ik weet, in de eerste week had ik het niet zo goed met Jolien. Ik had zo... Ik voelde het niet. Maar uiteindelijk ben ik heel veel naar Jolien toegegroeid. En was zij eigenlijk een van mijn beste vriendinnen in het huis. Ja. Ik zelf nooit bij mij nu nog altijd... Jolien zie ik ja, bijna maandelijks. En wat dat heel veel mensen niet weten of niet gezien hebben in de uitzending, is zij is binnengekomen en ze had direct een klik met Charlotte. Mm-hmm. En na de tweede dag zegt ze tegen mij, goh, ik heb geen coins, maar ik zou mijn haar willen wassen. Ik zou mijn haar willen wassen. En ze zei dat tegen iedereen en tegen Charlotte ook en zo allemaal. Maar niemand antwoordde iets terug. En ik heb toen gezegd tegen Jolien, ik zeg, Jolien, als jij je haar wilt wassen, zeg, pak dan een coin van mij. Ik zeg, dan kun je je haar wassen. En die is naar de coinhouder gegaan en die heeft gezegd, Bart, dat is uw laatste coin. Ik zeg, ja Jolien, mij interesseert dat niet. Ik zeg, ik heb dat niet nodig. Ik moet daar geen eten van kopen. Als ik u kan tevreden stellen dat jij je haar kunt wassen, dan is dat voor mij goed. En met één coin, hè, heb ik een vriendschap gehad en heb ik gezegd, voor haar was dat heel belangrijk en voor mij die coin niet. Weet je wat, dan geef ik dat liever dat zij er iets goed mee, maar dat ze er goed mee voelt. En ik kon bij haar niks meer slecht doen. En die heeft mij toen ook gesaved. Samen met Kiara en Charlotte, ze moesten kiezen. Ja. En het is ook gezegd, iedereen, behalve Bart. Iedereen mag erop staan, behalve Bart. Daar zit ik mijn veto tegen. En dat heb ik kunnen krijgen met één coin. Coin. Zo is het begonnen. Ja. Maar dat zijn dan dingen. En ik heb nog altijd, zie ik die maandelijks, bel ik die wekelijks bijna. Ja, dat is een vriendschap, hè. Dat is bij mij. Ik voel dat nu ook al. Met Glenn ben ik zeker van. Dat is iemand... Ik zou nooit gedacht hebben met iemand van die leeftijd dat ik zo'n band zou creëren. Dat had ik nooit gedacht. Maar ik voelde, vanaf dat die binnenkwam, voelde ik die band. Voelde ik die onmiddellijk... Ja, die zit op dezelfde golflengte van mij. Daar had ik me kunnen... En wij hebben zodanig gepraat, vertrouwen. Ik heb die zelfs geheimen van mijn eigen doorgespeeld. Ik wist van, oké, dat zit goed bij hem, dat blijft bij hem. Met hem kan ik verder gaan. En ja, je voelt dat. Ik vind dat je onmiddellijk dat voelt met wie dat je die band... Nochtans, hij is later binnengekomen, hè. Hij is niet samen met mij binnengegaan. Dat wil niet veel zeggen, want Jolien was ook later binnengekomen. Voilà, kijk. Ik vind dat, er zijn heel veel mensen dat daar schrik voor hebben in het begin. Als ze vroegen, wat wilde jij doen? Wilde jij... als eerste? Kijk, iedereen zegt altijd als eerste. Maar ja, dan zijn er ook altijd al later binnenkomen. Ja, maar als je ziet, Nushka is daarvan slachtoffer geworden. Want ze zeiden ook bij ons ondertussen, onderling onder de bewoners van... Ja, die heeft enorm veel informatie meegekregen van buiten. En wij zagen onmiddellijk dat dat een sterke speelster was. Dus wij zeiden ook van, oké, daarvan gaan we moeten opletten. Ja, maar want Glenn, die weet veel. Maar Glenn is ook een sterke speler en die heeft ook veel informatie gehad. En die heeft ook kunnen blijven. Maar ja, en Glenn heeft... denk ik, ja, de meeste informatie voor zich houden op dat vlak. En dat is bij ons een beetje verleden seizoen het geluk of het sommige mensen voor ons het geluk geweest en voor andere mensen het ongeluk, dat ze vanaf de eerste week al een beetje zitten konkelvoezen hebben van die willen we eruit en die, we gaan iets smeden en dit en dat. Terwijl er nog mensen moesten binnenkomen. Ja. Ja. En als die mensen binnenkomen en die hebben alles gezien, dan en die vallen toevallig niet in hun groep, maar in een andere groep, of meer affectie bij de andere groep, er is zo weinig te vertellen dat het er vroeg of laat wel eens uitkomt. En dan komt het ding eens te weten, wat dat de eerste week is gebeurd, dat je denkt... En dan beginnen de puzzelstukjes te vallen en zeggen van... maar nu kan ik deze plaatsen, en nu kan ik dat plaatsen, en nu weet ik waarom dat ze die actie gedaan hebben. En dan denkt je, oké, maar nu is het mijn tour, en nu ga ik ook mijn gevoel volgen. Moest dat niet gebeuren, als er niemand mee moest binnenkomen, hadden we dat nooit niet geweten, of hadden we dat nooit niet geweten. Nee. En dat is dan het nadeel of het voordeel dat je dan gaat hebben, of wij dan gaat hebben, met Kiara daar binnenkwam, dat zei van, dat is er gezegd geweest door bepaalde mensen. Ja, ik zou dat nooit niet doen, weten dat er nog mensen moeten binnenkomen. Zou ik mijn eigen geheimen niet prijsgeven? Nee. Zo zijn er bij ons ook, denk ik, geweest. Hè, die ook zeiden van, oké, ik ga het meeste voor mij houden. Ik ga het niet onmiddellijk aan iedereen doorgeven. En sommige spelers waren zo. Als die iets wisten, die hielden dat voor hun. Die legden dat niet op tafel, want ja, je kunt moeilijk je kaarten dan onmiddellijk op tafel leggen. Dat is... En dat is bij ons ook geweest. Dat je zit er deze week en het zijn allemaal 14 vreemden dat er aan tafel zitten. En dan ben ik iemand van... Ja, ik ga eens een keer luisteren wat ze allemaal te vertellen hebben. Als er sommige spelers, zoals dit jaar... dat ze zegt, Ashley, van ja, en ik speel een spel en als het moet, dan dit. Ja. Dat is heel gevaarlijk voor dat te zeggen, want dan ben je direct een projectiel op een radar om te zeggen, daar moet we oppassen, die moeten we eruit spelen. En bij ons verleden jaar had ik het gevoel dat er ook zo spelers waren dat zeiden van, ja, en ik wil doorgaan tot het einde en ik ben... Dan denk ik, daar moet ik voor oppassen. Dus, die moet ik zien dat er zo rap mogelijk uit is. En dat was dan bij mij, Sharon. Waarom? Omdat die indruk van de eerste week is bij mij blijven hangen. Maar voor de rest, Sharon, dat is een topgast. Dat is een gouden gast. Dat was echt... Want ik kan ermee op café, met manier van spreken. En dat kan mijn beste maat zijn. Ja, maar de eerste week, de eerste indruk is dat blijven hangen. En dan is dat moeilijk voor weg te spelen in je hoofd. En daarmee was er bij mij iemand op de radar dat ik zei, daar moet ik voor oppassen. Had hij dat niet gezegd de eerste week? Misschien niet, dat weet ik niet. Maar ja, dat is de omstandigheden. Ik had dat zo met Ronahi, hè. Ronahi ook, dat was een hele lieve, hele toffe meid. Maar ik wist, tactisch gezien, was die heel sterk. Dus ik wist ook van, oké, daar moet ik van opletten. Die moet, ja, als ik de kans krijg, zou ik die wel graag nomineren. Maar ja, je moet de kans krijgen, want een duo, je bent gemakkelijk geviseerd ook. Want als je een duo-partner hebt die ze graag willen eruit willen... Ja, en dat is Basiri zijn ondergang geweest. Ja, voilà. Basiri was echt een topspeler, want ik dacht ook van, ja, die gaat heel hoog aangeschreven staan in de buitenwereld. Met Ashley, het verkeerde. Ja, dan willen ze Ashley eruit. Wat zeggen? Ja, we gaan Bassi erbij zetten, want dan... Dat was heel jammer van jongen, want hij verdiende dat echt niet. Ik had hem ook nog wel langer in het spel gezien. Ja, tuurlijk, ik had hem ook graag bijgediend. Ja. Echt een goede speler, want daar heb ik echt van opgekeken. En die durfde ook wel eens iets zeggen van, ik weet niet, ik sta nog bij van in de zetel, ik denk tegen Randy, als ze de keuzes moeten maken, ik heb het gewoon willekeurig genoemd. Dat hij zei, ja, nee, dat is niet willekeurig. Hè. En daar had hij gelijk in. Als je willekeurig iets doet, dan trekt de lotjes. Ja. En als je zegt, en zoals nu ook, het laatste ook, dat Ashley zegt tegen Alice, ja, pak die kaart maar. Pak die kaart. Als ik zou zoiets niet willen. Ik wil ervoor werken. Ja. En als ze zeggen tegen mij, je mag het pakken, dan had ik eerlijk gezegd, op deze manier wil ik het niet. Dan gaan we blad zijn schaar doen, en wie dat wint, heeft eerlijk gewonnen. Ja. En jij, dat ben ik daar. Maar niet krijgen en pakken en dan zeggen, oké, dankjewel. Zo zit ik niet in elkaar. Ik denk dat ze het beu was, gewoon puur omdat er nooit iets gehunt is. Dat kan ik geloven. Maar ik denk dat ze opgelucht moest zijn, moest Alice nu gezegd hebben, weet je wat, ik wil het zo niet hebben. We spelen bladsteen schaar, en jij 50% kans en ik heb 50%. En dan denk ik dat Ashley daar meer genoegen mee kon nemen. Ze heeft het gewonnen, of ik heb het gewonnen. Ja, nu is ze, weet je wat, pak het. Ja. En zo zou ik iets niet willen hebben. Want daarna wou ze ook geen uitleg meer geven en ze was korten. Ik vind ook gewoon dat gunnen, dat is zo ziekelijk. Waarom dat woord? Nee. Stop ermee. Speelt ervoor. Speelt ervoor, ja. En stop met dat. Ik gun u, ik gun dit, ik gun dat. Vind ik ook, want dat is... op een gegeven moment, hoe meer kwetsbaar jij je gaat voordoen, hoe meer dat je gegund krijgt. Als jij gaat zeggen, of je gaat slachtofferrol spelen, dan gaat je tuurlijk dat je alles krijgt. Dat je alles gaat krijgen. Ja. En hoe kun je dat oplossen? Door te spelen. Ja, zoals wij bij ons seizoen hadden. 1 iemand wint, 1 iemand nomineert, 1 iemand creëert een ruzie en 1 iemand wint er ook. Maar voor de rest... heb je een genoegen, dan heb je voldoening. Ik heb het spel gewonnen, ik mag nomineren. Ja, maar ik heb iets gekregen. Ik had het gevoel als ik een spel won van de Power of Nomination, dat ik, oké, de ene kant waren vrijgesteld, hè, want je partner ging er sowieso niet nomineren, want ja, die heeft mee geholpen. Maar aan de andere kant van de medaille had ik zoiets van, oh nee, ik moet niemand gaan teleurstellen. Ja. Oké, ik weet, ik zat in een spel. Sowieso, dat hoort erbij. Maar ik vond het op dat vlak wel pijnlijk en emotioneel voor mij. Ik vind dat het nog meevalt als je iemand moet teleurstellen. Iedereen weet, dat komt eraan. En Glenn pakt dat ook altijd goed op. Die zegt van, ik weet dat. En die ziet die dagen erachter ook niet. Die mensen ontwijken dat hem genomineerd hebben. Dus die blijft altijd, en dat vind ik daar zo chapeau aan. En je weet van, ik moet iemand nomineren, maar als het zover komt, nomineren ze mij ook, hè? Tuurlijk. Dus dan weet je dat dat kans is, hè? Karma, noemen ze dat. En dat is inderdaad het moeilijke eraan. Maar als je dan nog in het begin, de eerste weken, nog veel keuzes hebt, dan valt dat mee. Maar als je zo de laatste 2 weken, en je moet een keuze maken, bij ons moesten dan 3 mensen, dan moesten kiezen tussen... Ja, 1 iemand heeft altijd gemakkelijk gezegd, dat is wat minder. Dan blijven er nog 2 over. En dan moet je kiezen tussen je 2 beste vrienden. Ja, een kleine vrever. En dan moeten zeggen, ik moet 1 van de 2 teleurstellen. Al wat als ze even goede vrienden zijn. Ja. En dat is een moeilijke. En die geluk heb ik nooit niet moeten doen. Dat is het geluk dat ik gehad heb. Ik heb nooit echt moeten kiezen tussen... Nu moet ik er echt iemand opzetten. Zoals Charlotte bij Ali gedaan heeft. En, en Ali was er niet goed gezind voor. Wat ik kan snappen. Want met hetzelfde spelletje... Hij had kunnen tactisch spelen en Lindsay laten winnen, wetende dat Lindsay hem nooit ging nomineren. Hij heeft het niet gedaan. En dan is hem door Charlotte genomineerd. En hij zei achteraf mijn eigen fout. Ja, Ali is ook altijd veel te goed. En dat is nu van het jaar wel heel belangrijk. Dit seizoen moet je geliefd zijn bij iedereen. En moet je het kunnen spelen van oké, ik sta bij iedereen redelijk goed. Want als dat niet gebeurde, dan was je een pro. Ja. Maar Ali, alles bekijkt. Ja, maar Ali is ook iemand die is veel te goed. Die ziet niemand iets slecht. En die denkt ook altijd, maar niemand gaat op mij stemmen. Dat is zijn goedheid en zijn goedgelovigheid. En soms is dat een nadeel. En op het einde is dat zijn nadeel gebleken. Ik zeg tegen iedereen die hier komt, je moet trots zijn op jezelf, dat je erin hebt gezeten, dat je ver bent geraakt en dat je ook degene bent die in het huis is mogen gaan. Want er zijn duizenden mensen die in uw positie willen zijn. Ja, maar wie krijgt die kans? Wie krijgt die kans? Ja, als ik kijk naar... Ja, hoeveel vrienden en vriendinnen van mij zich hebben ingeschreven zonder dat ik dat wist. En dan te horen krijgen dat één van uw vrienden erin zit... Iedereen wil het. Ja, mij verklaarden ze zot. Mijn collega's die zeggen, dat gaat toch niet doen, Bart, meende dat nu? Ja, als je dat zegt tegen sommige collega's nog van, ik heb me ingeschreven. Ja, en dan achteraf, ja, ik ben erbij. Dat ze zeggen, meende dat? Ik zeg, ja, hoe kun je zo zot zijn? Dat zou niks zijn voor mij. En niemand van mijn vaste vriendenkring, dat zijn Big Brother-kijkers. Nee. En die zeggen ook, hoe kun je zoiets doen? En achteraf zeggen ze, ja. Mijn vader was razend kwaad. Echt? Ja, mijn vader was razend kwaad. Toch op gewonnen? Ja, die zei tegen mij, Bart zei hem. Allee, mijn vader is nog zo het seizoen met Betty. Ja. En dat was in de blote borst rondlopen en dit en dat. En mijn vader ook van... maar mijn vader zei ook, Bart, je bent getrouwd. Je hebt kinderen. Wat gaan uw kinderen zeggen? Wat gaan uw vrouw zeggen als ze dat in blote borsten rondlopen? Ik zeg, pa, dat is 20 jaar geleden. Ik zeg, dat is nu niet meer. Dat is volledig anders. Dat is... En hij had nooit gekeken. En dat was... Ja, toen had mijn vrouw gezegd van, kijk, tegen mijn vader van, kijk, ik ben er met akkoord en als hij dat wil doen, dan gun ik hem dat. En achteraf heeft mijn vader zijn mening moeten herzien en zei, inderdaad, het is niet meer zoals vroeger. Het is nu met spelletjes en het is anders. En hij zei ook wel tegen mij van, Ik ben blij dat je niet naar mij geluisterd hebt. Mijn pa die zei dat ook. Hè. Ik wist dat ook nooit, want ik dacht van oké, als hij nee zegt van oké, dan ben ik heel de familie tegen. Hè. Want als hij, dat is de godvader in de familie, als hij zegt van nee, ik kijk er niet naar, dan kijkt niemand. Maar nu had ik wel vernomen van thuis uit van kijk, hij bleef kijken tot wanneer hij ging slapen. Ja. Ongelooflijk. Dat ik zeg van hoe kan dat? Dat hij zo 180 graden gekeerd is. Ja, maar... Ik vind nu wel, nu had je gezegd over familie en zo, de luxe wat er dit jaar in het huis was, was wel 10 keer meer als ons seizoen, hè, Bart? Het zal wel. Die vries met die fans. Maar ook gewoon, uw familie komt eraf met frit, kroketten... Biertjes, ik denk dat wij per man 3 biertjes hadden, 2 flessen wijn, stoofvlees, balletjes en tomatensaus, frietjes, sauzen... Ik kon niet geloven dat dat binnenkwam. Ik zeg, dat kan niet, want we krijgen hier kwark, pindakaas. En dan krijg je daar zo'n mand met je eigen aardappelen van je eigen tuin. Dat is chic. Dat ik zeg van, oké, nu gaan we echt Belgische frietjes eten. Nu. Ja. Op een gegeven moment ben ik verleden jaar een keer, en dat heb ik nog nooit in mijn leven voor gehad, dat ik stond te bibberen van te weinig binnen te krijgen. En dat was met die pita-broodjes en die falafel. Dat was een ramp die week. En toen moesten we met die ballen tegenhouden. Weinig slaap niet, maar meer dan genoeg slaap. Ja. Maar er waren heel veel mensen aan het klagen van slaapritme. Als je dat per dag 3 uurtjes moet staan en voor de rest moet je slapen, dan kun je niet klagen. Als ik heb wachten met leger, hè, dan is dat een uur staan, een uur rust, een uur staan. Dan zijn er 12 uur van de 24 bezig. Hier waren er amper 3-4 uur bezig en ze waren al aan het klagen. Ik had geen klagen. Hoeveel kilo's waren jullie kilo's kwijt? 10 kilo. Ik 7. 7. Ja. Ik nu de dag van vandaag 12. Oeh. Ja? 12 kilo. Ongelooflijk. Nooit gedacht. En ik had niet echt het gevoel van dat ik te weinig at. Dat gevoel had ik niet. Nee. Want ik at minder en minder. Je krijgt niks binnen, hè? Geen suikers, hè? Nee, je krijgt niks binnen. Geen cola, geen... Alleen kwark, pindakaas. Het is daarop terug bij ze, Danny. Ja, ik denk dat. Ik vond wel die week dat wij die ballen moesten houden, vond ik heel gezellig. Ik vond dat iets speciaals. Je stond in de nacht op. Samen. Het was zo'n beetje een gedimd kleurtje door het huis. We gingen onze kleren halen in de badkamer. En dan stonden we daar... Ik had een goede brother. Ja, en ik vond dat wij een heel goed team waren. Ja. We hadden altijd een gesprek. We hebben elkaar heel goed leren kennen die week. We hebben echt... Maar dat vind ik een tegenvaller van dit jaar. Ze moesten het glaasje overkappen. En we dachten, ze zijn vertrokken voor een week. Hoe lang heb je dat moeten doen? 2 dagen? Max, nog geen, denk ik. Nog geen 2 dagen. Dan denk ik, ons laten ze een week staan. We hebben nog bij de liveshow buiten gestaan. Ja, laten ze ons een week staan. En ze dachten in het begin, dat gaat 2 dagen duren. Ik zeg, mannetjes, 7 dagen of 6 dagen hebben we daar gestaan. Ja. Als je dan kijkt dat ze nog geen 2 dagen later moeten overkappen... En je wacht ook en met die balletjes, dan dat is niet lang geduurd. Dan denk ik... En zelfs niet buiten, hè, binnen dan nog. Hè. Ja, bij ons was het aan het regenen. Bij jullie was... Dan hadden ze dingen, vuilzakken, een stukje afgeknipt voor er gaan te staan. Ja, voor de regen. Ik herinner me dat nog. Had ik Charlotte haar jas gemaakt, zo. In de kou, met die handschoenen aan, die muts, die sjal bij jullie. Ja, dat was... Maar we moeten wel zeggen, Bart, er werd wel een beetje vals gespeeld. Hè? Die ballen die vast zaten. Dat is niet vals spelen, dat is gebruik maken van de slechte research van Big Brother. Dus, maar ik heb dat ook meegemaakt, hè? De wal. In één keer zie ik daarop staan 2 credits. Oh, 2 credits. En ik druk op die stroopwafels. En die deur wat open. Ik dacht, wow, we krijgen hier gratis. We waren juist wat ieder eentje erop. En Tyron kwam ook al en ik had er nog over. En op het moment zei Big Brother, oké, Danny, kun je de stroopwafels naar de voorraadkamer brengen? Ik zeg, ja, maar Tyron heeft er nog goesting op. Nee, breng ze maar terug. Dus dat zijn foutjes. Ja, ik heb er ook van geprofiteerd. Dat zijn fouten waar je moet van profiteren. Hè? Zeker. Als je het je voorschotelt, dan moet het nemen. En zeker als je niks krijgt van suikers, en dan zie je zoiets lekkers. Maar wat dat me wel opvalt, is dat elk jaar dat er toch wel... inventieve dingen. Dus wij hebben dan spelletjes gemaakt, de blackjack gemaakt. Wat hadden we nog gemaakt? De memory card. Dat is afgepakt geweest. Een beetje spelletjes. 4 op 3 spelletjes gemaakt. Ja, geluk. En wat wij ook deden, een spelletje dat we dan... dus we hadden een timer. En dan één iemand Zet het een timer op 10, 20, 30 seconden, speelt geen rol, maar niemand wist hoeveel. En hadden we een bal gemaakt en we smeten die rond in de zetel. Ja. En dan als een timer afging, hup, en gaat een bal, waar lag je eruit? En zo speelden we. Dat en met een afwas, dan moesten we op voorhand zeggen hoeveel seconden, hoeveel minuten. En dan zeggen, oké, 23, 24, oké, dan ging de timer, begonnen af te wassen. Alles opgekast, stop. En wie dat er het dichtst bij was, hadden we afgesproken dan. En zo, inventief, voor de kleinste dingen... Je hebt niks anders, hè, Bart? De eerste weken bij ons was echt saai en verveling. Hè. Maar wij hebben, denk ik, alle dagen dat balletje gooien, hè, in die manden. Ja. Dat was het enige spel dat wij uiteindelijk hadden. Was ik blij dat die kaarten tevoorschijn kwamen. Maar die kaarten, wat is het eigenlijk? Dat is gewoon van de rollen wc-papier en dat karton, die rolletje, dat hadden wij opengesneden en dan gestreken, dat dat plat was. Ja. En zo hadden wij... welke spelletjes waren aan het spelen eigenlijk? Ja, Fucked Up of zoiets noemden ze dat. Rummikub was dat ook niet. Ja, Rummikub hebben we dan uiteindelijk ook gespeeld. Dat was ook heel tof, want ik kende dat niet. Nee. Uiteindelijk heb ik dat ook leren spelen en ik moet zeggen, wauw, heel tof spel. Ja, moet ik zeggen. Nou, dat noemen, met die kaarten, dat was altijd Fucked Up of zoiets noemden ze. Ik kende het ook niet. Maar ik was blij dat die kaarten tevoorschijn kwamen. Ja, wij hadden pingpongen, hè? Wij hadden ook pingpong. Heb je gezien die paletjes van wat we ze gemaakt hebben? Van de pizzadozen. Daar hadden wij echt die paletjes uitgeknipt. Dat wij 2 paletjes hadden. Ja, met de schoenen en met de stokken. Ja, dat heb ik gezien. Maar met de als je keek in het begin, de eerste matchen, of die laatste match, dat was kwalitatief hoog. Ja, dat was niet normaal. Dat waren allemaal profs, met manier van spreken. Dat was niet normaal. Ja, duels is iets heel anders. Hè. Het spelconcept is, in mijn ogen, is heel anders dan bij jullie. Je hangt af van iemand. Ja, je moet rekenen, als je dan een duopartner hebt die niet goed is in het een of het ander, in het fysische of het denkwerk... Ja, dan ben jij ook een klein beetje... Ja. En dat vond ik het voordeel bij ons. Je bent op je eigen aangewezen en verliesde, moeten zeggen. Ja, oké. Stomme kloot. Ja. En als je wint, zeg je, Bart, goed gedaan. Ja. En je moet niet zagen van... Dat kan nu niet. Want jij kan goed zijn of je kan slecht zijn en je partner kan goed zijn. Ja, je haalt elkaar wel mee de diepte in dan uiteindelijk. Want als er een nominatie is en ze gaan een duo nomineren... Ja, dan heb je dan moet je ook geluk hebben dat je juist met een partner zit, of een duo-partner. Ja, het is een beetje dubbelzijdig. Want niemand wou bij Ashley, omdat ook iedereen wist van... Ja, ze zochten Ashley. Ja. Als jij dan met haar een duo-partner zat, dan wist je dat je ook op die bank terecht kwam. En daarmee moet ik zeggen, Basiri, chapeau. Ja, de lef dat hij gezegd heeft, ik ga erbij staan. Ja. Het is een ondergang geweest, maar uiteindelijk... Ja. Te laten zien van, hij heeft ballen gehad. Ja. Hij heeft ballen gehad. Hij heeft gezegd van, oké, Alice, ik ga niet met jou in duo. Ik kies voor Ashley. Ja, chapeau. Dat is, als je dat doet, dan vind ik alleen al, dan moet je zeker zo al 1 of 2 weken verder zijn. Ja. En wat vind je van Jimmy's in de zet, dat hem de plaats ingepakt had van... Ja. Wat denk je dat dat een zet met hart is geweest of een zet tactisch? Ik denk dat dat tactisch, zeer tactisch, want hij kwam goed uit. Hè. Anders kan hij nooit als favoriet eruit komen tegen een Tyron. Tyron was helemaal boos, was niet happy, omdat hij ook wist van, oké, wij maken geen kans. Wij gaan sowieso door de deur, want hij wordt favoriet. Hij zegt, dat is een zet. Dilano wordt gespaard uiteindelijk. Hè. Maar ik vond het echt een zeer tactische zet van Jimmy. En ik vond het slim gespeeld, hè? Ja, dat is slim gespeeld. Oké, als je zo kunt het spel spelen, waarom niet? Ja. Als de kans zich voordoet. Maar ik zou dat risico niet genomen hebben, sowieso niet, want ik wist Leni. Ik dacht ook nooit van Leni dat hij ging vertrekken. Ik dacht ook van, die is graag gezien, 60.000 volgers of ik weet niet hoeveel dat hij er had. En dan uiteindelijk moet hij vertrekken. Ja, dan begon bij mij al iets op te wekken in mijn gedachten, dat ik zei van, oké, zorgt hij niet op die bank geraakt, want het kan direct onmiddellijk gedaan zijn. Dus en dan ga je wel echt nadenken. Maar wat ik ook wel zie, is bij heel veel mensen, die zouden er alles aan doen voor niet genomineerd te zijn. En dat overleven. En dat denk ik dat de verkeerde mentaliteit is. Tuurlijk. Ik had niet de schrik van dat ik erop kom en ik zal alles doen. Zoals bijvoorbeeld als je ziet dat er verleden jaar 5.000 euro betaald wordt voor een vrijstelling. Achteraf is dat een doodvonnis gebleken. En nu 20.000. Ja, maar dat zijn dingen... Sta ik erop? En hoe dichter dat je bij het einde komt, hoe meer dat ze de finale voelen en zeggen, en hoe meer dat ze eigenlijk over de schreef gaan voor zelfs hun maten te naaien, ja, voor toch een week langer te kunnen, of in die finale te kunnen staan. Maar als je dat doet, dan ga je dan, als je zo, met zo'n truc moet bovenhalen voor in de finale gaan te staan, ga je het nooit niet kunnen winnen. Ja, want de mensen dat, zien dat ook. En dat zijn dingen dat ik zeg van, bij mij, als ik eruit ga, ga ik eruit, zoveel te beter. Het is, ja, ja, dat ik is vond ook dat de kijker misschien uiteindelijk beslist. Uiteindelijk besliste kijker. En ik zei ook altijd van, als ik genomineerd was, ik ging nooit met een lang gezicht lopen. Integendeel, ik bleef gewoon mezelf, omdat ik ook zei van, kijk, als de kijker beslist dat je moet gaan, dan moet je gaan. En dan mag je uiteindelijk, ja, ik denk wel dat Big Brother nog altijd beslist. Tuurlijk. Kijk, ik ben blij van hier mogen aanwezig te zijn vandaag. Zeker, zeker. Ik ben blij van u eindelijk een keer levende lijven te zien. Idem, idem, echt waar. Want ik had Bart ook nog niet gezien. Het nee. Was, we hebben elkaar al gesproken, maar we hadden elkaar nog nooit gezien. Dus, nee. Ja, ik vond het heel tof. Ik ben heel blij dat je gekomen bent, allebei. Bart. Ja, het was ver, hè? En Danny. Hey, ja, 2 uur rijden, 2 uur 30. En nu een goed patéke eten achter de schermen. Ja, ja dat gaat, dan, daar gaan we van genieten. Wilt je nog iets kwijt, allebei, naar de camera, naar de buitenwereld? Of... Nee, ik hoop dat ik iedereen een keer kan bijeenkrijgen. Dus 1 juni heb ik iets geregeld voor alle kandidaten. Ja. Van alle seizoenen een keer bijeen te krijgen. En hopelijk dat we zowel van het eerste als het laatste seizoen de meningen een keer kunnen delen. Van, ja. Dus ik hoop dan zoveel mensen een keer bijeen te krijgen. En Bart, ja, dat we elkaar een keer iedereen zien. Ja, ik wil zeker van de partij zijn, want ik wil echt iedereen een keer ontmoeten. Want ja, je hebt er ook enkele jaren naar gekeken en je zegt ook van, ah, wow, dat moet toch tof zijn. Want die is levende lijven mee te kunnen genieten en te leren kennen. Ah, ja, zeker. Ja, ik vond het heel fijn en ik hoop alleen dat wij, als het afgelopen is, dat wij allemaal door dezelfde deur kunnen gaan. Dat is voor mij het belangrijkste nu. Komt goed, komt goed. Dames en heren, dank u wel voor het kijken naar deze nieuwe video. Abonneer, like, doe al die dingen. Volg Bart, volg Danny en tot de volgende keer. Ciao.